Voorzitter, de minister geeft aan dat met dit wetsvoorstel een wettelijk instrumentarium wordt gecreëerd om te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs, hè, zodat onderwijsdeelnemers het onderwijs ontvangen dat het beste bij hen past. De PVV-fractie stemt daarmee van harte in. De experimenten bieden gelegenheid om adequaat en op korte termijn te reageren op veranderende eisen, maatschappelijke eisen, en aan de vorm en de kwaliteit van het onderwijs. Scholen kunnen door deze regeling tijdelijk afwijken van wet en regelgeving om nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken. Dat is op zich interessant. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan de experimenten moeten voldoen. Zo geldt de afwijking van de wet ten behoeve van een experiment alleen maar bij algemene maatregelen van bestuur, als bij algemene maatregelen van bestuur kan worden, geregeld bij algemene maatregelen van bestuur en dat de duur van een dergelijk experiment beperkt is. Nou, waar de PVV graag nog iets meer over wil horen is, wat gaat de minister doen als zo'n experiment nou zulke goede resultaten heeft dat een permanente status een oplossing kan bieden voor die scholen in een gegeven situatie? Kan dat experiment dan een permanente wettelijke status krijgen? Of is de maximale duur echt begrensd op die 6 jaar? Nou, voorzitter, verder ja, complimenten voor het eerste experiment. Dat VM2-traject, dat dateert al uit 2008. Die doorlopende leerlijn, waar het daarom gaat, dat beoogt natuurlijk toch het tegengaan van die schooluitval, doordat die overstap van VMBO naar MBO naadloos verloopt. Echt naadloos. Hè? Leerlingen blijven hier binnenboord, omdat ze in die kleinschalige bekende omgeving blijven van de eigen VMBO. Ze verdwalen niet meer in die grote anonieme ROC's, hè, waar ze zich nogal eens verloren voelen. Nou, ook de scholen in de krimpregio's kunnen door deze wet zelf voorzien in oplossingen die voor hen en de leerlingen op de juiste maat is toegesneden. De PVV wil wel toch stevig benadrukken hier dat niet de ROC's in die plaatselijke samenwerkingsverbanden te dominant mogen worden. Hè, als het gaat om de inrichting van het onderwijs bijvoorbeeld. En die grote ROC's heerst toch in veel grotere mate dat, ja, dat machtsdenken waar we nou juist van af willen, hè, dan in die VMBO's waar nog veel meer gedacht wordt vanuit echte onderwijsprincipes. Laat het alsjeblieft zo blijven. Het kan en mag niet zo zijn dat die ROC's daarin leidend worden. In dat verband heb ik toch nog wel een vraag aan de minister. Waar verloopt die samenwerking nou goed? En waarom verloopt het daar goed? Dat vind ik toch wel interessant om te weten. Welke uitgangspositie is nou belangrijk om die VM2-trajecten te laten slagen? Heeft de minister, dus de volgende vraag, heeft de minister nou ook voorbeelden van VM2-trajecten die helemaal niet vlot verlopen en waar de samenwerking erg gefrustreerd wordt? Kan de minister daar nog even iets op ingaan? Want dat vind ik toch wel interessant. We moeten dat toch proberen zo snel en zoveel mogelijk te voorkomen. Nou, de PVV-fractie kan zich ook voorstellen, wil ik aan de minister voorleggen, dat VM3 en VM4-trajecten succesvol zouden kunnen zijn. Hier en daar bestaan ze al, volgens mij. Wat vindt de minister daarvan? Is dat een ontwikkeling die ze wil stimuleren? Voorzitter, de minister heeft het ook over innovatieve experimenten in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Er kan worden gedacht aan zomerscholen, kindcentra met voorzieningen, sportarrangementen enzovoort. Nou, in de stukken wordt ook gesproken over toelating van 3-jarigen. Nou, voorzitter, dat kan een nuttig initiatief zijn, maar hoe verhoudt zich dat dan met de VVE-programma's voor 2,5-jarigen? Daar wil ik graag toch over een reactie over, op. Nou, deze experimenteerwet geldt straks voor het hele onderwijs. Hè, de VM2-trajecten, krimpregio's, zomerscholen, 3-jarigen worden expliciet genoemd. Maar er zijn nog meer experimenten gaande, hè, of denkbaar. Meneer Tjelik heeft net al een poging gedaan en volgens mij gaat iedereen nu even wat voorstellen doen. Dat is wel mooi. Maar ik probeer het toch ook nog maar een keer. Zijn er nou mogelijkheden volgens deze minister om die experimenteerwet te gebruiken om regelarme scholen in te richten of aan te wijzen? Hè? Echt voor een begrensde experimenteerperiode van 6 jaar. Graag een reactie. Ten slotte, voorzitter, de bekostiging van experimenten kan volgens de minister worden vormgegeven door op aangepaste wijze de reguliere bekostigingsbepalingen van die sectorwet, van de betreffende sectorwet, te benutten. Nou, het wetsvoorstel biedt daarvoor de mogelijkheden. Op dit moment is er geen sprake van een financieel stimuleren, van echt stimuleren van het ontwikkelen van die innovatieve experimenten. Het is echter wel mogelijk dat bij het opstarten van een experiment scholen een startsubsidie ontvangen. Nou, kan de minister dat het begrip startsubsidie even nader toelichten? Hoe ziet dat eruit? Dat willen we toch iets meer van weten. En bovendien vragen we hoeveel budget er beschikbaar is voor die regeling en tot hoe lang dat doorloopt. Dank u wel, voorzitter.